Dus we gaan van een situatie waarin we allemaal toegewezen waren, eigenlijk op commerciële banken, mm-hmm. naar een toekomst, hopelijk, waarin we een ecosysteem hebben met allemaal digitale munten, waarin de Bitcoin is, waarin er een digitale munt van de overheid is. Een divers landschap. Een divers landschap met keuze. Als we het goed doen, denk ik dat we echt een verbetering tegemoet kunnen zien. Mm-hmm. Maar dan moeten we het wel goed doen. Welkom bij de Bali. Generaties lang hebben mensen fysiek geld in hun portemonnee gehad. Voor veel mensen is tegenwoordig het geld op hun bankrekening het echte geld. En cash eigenlijk meer een extraatje. Digitaal geld is steeds meer de norm. We betalen met iDeal, met Apple Pay, Tikkie en contactloos. Maar ook in het digitale domein verandert er eigenlijk veel. De opkomst van cryptomunten, stablecoins en mogelijk het digitale euro. En geld dat wordt uitgegeven door Facebook. Hoe gaat ons geld er in de toekomst uitzien? En misschien nog wel belangrijker die vraag, wie gaat dat eigenlijk beheren? Kortom, van wie wordt ons geld? Daarover gaan we vandaag in gesprek met Mahir Alkaya, Bert Slachter, Jan Middendorp en Martijn van der Linden. Mijn naam is Isabel Sheridan, ik ben moderator bij de Bali. En vanavond modereer ik dus dit programma, dat samengesteld is door mijn collega Jelle Baars. Hier zit wel aan tafel bij mij Mahir Alkaya, politicus voor de SP en tevens de auteur van Wie wordt ons geld. Van harte welkom, wat enorm fijn dat je er bent. Voordat we die hamvraag gaan beantwoorden, die we hopelijk aan het eind van de avond een beetje beantwoord hebben, of in ieder geval hebben toegelicht, van wie wordt ons geld, gaan wij eerst naar een inleiding luisteren van jou. Yes. Een hartelijk applaus. Ja, dank jullie wel allemaal. En wat leuk dat jullie zo in grote getale zijn komen opdagen om het over dit belangrijke onderwerp te hebben. Ik ben dus Mahir Alkaya, Kamerlid voor de Socialistische Partij, schrijver van Wie wordt ons geld en ook rapporteur Digitale Euro. Dat is dus, dat doe ik namens alle partijen, niet alleen namens de Socialistische Partij. En vandaag staat de vraag centraal van wie wordt ons geld. Maar om die vraag echt te kunnen beantwoorden, moeten we eigenlijk stilstaan eerst bij van wie ons geld op dit moment eigenlijk is. En dan heb ik het niet in de enge zin over ons geld, namelijk ons geld dat we bij de bank hebben staan, maar dan heb ik het over ons aller geld, over ons geldstelsel. Wie maakt ons geld, wie beheert ons geld en wie zorgt ervoor dat het van A naar B komt op het moment dat wij een betaling doen. En hoe simpel die vraag ook was te beantwoorden tot voor kort, tot een halve eeuw, misschien een aantal decennia geleden, is het nu razend ingewikkeld geworden door digitalisering. Want wij betalen allemaal steeds meer online met onze telefoons, horloges of contactloos met onze bankpas. Fysiek wordt er dus helemaal niets meer gemaakt of beheerd of van A naar B verplaatst. Maar er worden alleen digitale boekhoudingen hier en daar aangepast. En dat is niet zo eenvoudig als het klinkt. Dit is mogelijk dankzij een complex geheel van bedrijven, van protocollen, van ICT-systemen. En ieder van hen is verantwoordelijk voor zo'n klein stukje van een stelsel wat wij dan ons geldstelsel of het betalingsverkeer, betalingsinfrastructuur noemen. Maar mijn stelling is, en dat is ook een stelling die ik in mijn boek neerzet, dat ons geld vooral iets is geworden van commerciële banken. En nog meer eigenlijk van die commerciële banken dan van onszelf. Zij kunnen daar in de praktijk veel meer mee. Want zonder commerciële banken is er immers ook voor ons allemaal geen toegang tot dat betalingsverkeer. Zij zijn eigenlijk de brug tussen ons en de economie. Maar ook tussen ons daarmee ook en de samenleving. Kortom, zij zijn onmisbaar in de samenleving geworden. En geen wonder dan ook dat in de bankencrisis de politici voor mij die banken niet failliet konden laten gaan. Ik ben in 2010 lid geworden van de Socialistische Partij vanwege die bankencrisis. En wat er daarna gebeurde, hoe er met die bankencrisis is omgegaan. Dat die banken zo belangrijk waren geworden dat ze gered moesten worden met ons belastinggeld. Maar vervolgens met alle gevolgen van dien eigenlijk. Met alle bezuinigingen en alle gevolgen voor de economie en de recessies en dergelijke van dien. Nou ja, sindsdien, als we dan even kijken van hoe belangrijk commerciële banken toen waren vanwege de digitalisering, sindsdien is het eigenlijk alleen maar erger geworden.
Toen was het ongeveer in de jaren voor de bankencrisis dat 20% van de betalingen aan de toonbank met de pinpas gingen. En 80% was nog ongeveer contant. En nu is dat helemaal omgedraaid. 80% met de pinpas. En dat zijn voor de betalingen die überhaupt nog aan de toonbank doen. Want steeds meer gebeurt natuurlijk via webshops. Dus zijn we nog veel afhankelijker van dat digitale geld geworden sindsdien, sinds de bankencrisis. En dus afhankelijker van die commerciële banken. En de volksvertegenwoordigers van destijds, mijn voorgangers ook van de Socialistische Partij, maar van andere partijen, die moeten dat geweten hebben. Want die konden eigenlijk twee kanten op na de bankencrisis. Of ze zouden voor een publiek alternatief kiezen, ervoor zorgen dat die nutsfunctie, dat die infrastructuur van het betalingsverkeer voortaan veilig was, zodat banken wel failliet konden gaan. En als dat niet gebeurde, dan moesten ze toch alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat die banken dan nooit meer failliet zouden gaan. Dus alle controle erop en ervoor zorgen dat er ook niets meer mis kon gaan bij die banken. En voor dat laatste is eigenlijk gekozen. Micromanagement, van de bonussen tot aan bankenbuffers, tot aan toezichthouders. Er zijn heel veel regels bijgekomen voor die bankensector. Maar een alternatief is er niet gekomen. Dus die banken kunnen nog steeds niet failliet gaan. En toen ik in 2018 dus Kamerlid werd en een debat met de minister van Financiën had over die bancaire crisis, dat debat was ook naar aanleiding van 10 jaar na de crisis, wat is er veranderd, moesten we toch eigenlijk concluderen dat er weinig was veranderd. Want de minister van Financiën gaf simpelweg toe dat mocht het weer zover komen, dat hij weer bereid was om met ons geld, geld van de samenleving, die banken in stand te houden, in leven te houden. Dus dat hele stelsel van publieke lasten, maar private lusten op het moment dat het goed gaat, dat was nog steeds op dat moment in stand. En ik ben er ook van overtuigd dat het zo zou blijven, dat we in die situatie nou eenmaal zouden blijven waarin we nu zitten, als banken niet concurrentie zouden krijgen uit onverwachte hoeken. Want na die bankencrisis gebeurde er ook op technologisch vlak gebeurde er veel. De Bitcoin kwam op. En de Bitcoin heeft eigenlijk bewezen sindsdien aan de hele wereld dat het in principe niet meer nodig is om überhaupt een derde partij te hebben die we allebei zouden moeten vertrouwen om betalingen naar elkaar te doen. Die technologie bestaat simpelweg. Dat is de blockchain. Maar daarnaast kwamen ook opeens allemaal andere concurrenten voor die digitale, voor het digitale geld van de banken die kwamen op. Wij zagen tot voor kort een tech-gigant uit de Verenigde Staten in de vorm van Facebook, die zei van ik wil ook een eigen munt uitbrengen. Nou ja, met een bereik van 2 miljard mensen zo'n beetje wereldwijd en de meeste eigenlijk getalenteerde IT'ers in dienst, was het ze waarschijnlijk gelukt ook nog om zo'n digitale munteenheid uit te brengen waar de hele wereld vlekkeloos gebruik van zou kunnen maken. Dus banken waren als de dood, maar ook overheden waren opeens als de dood. Toezichthouders waren als de dood. Dus dat is ook in de kiem gesmoord. Het is bij Facebook wel duidelijk geworden van overheden gaan het niet toestaan dat wij dat gaan doen. En dat project is ondertussen gesneuveld. Maar het heeft wel mensen wakker geschud. En toen werd ook duidelijk, ongeveer in diezelfde tijd, dat de Chinese Communistische Partij, de Chinese overheid, al jarenlang eigenlijk bezig was met een eigen alternatief voor die commerciële banken, met een eigen digitale munteenheid. Dus onze overheden, onze centrale banken, die konden geen kant meer op. Die commerciële banken die waren nog zo onmisbaar als ze 10 jaar geleden waren, maar tegelijkertijd kregen ze wel concurrentie uit andere delen van de wereld. Delen van de wereld waar we helemaal geen invloed op hebben. Overheden uit het Verre Oosten en techgiganten uit de Verenigde Staten. Dus werden ook onze overheden, onze centrale bank, de Europese Centrale Bank, werd gedwongen om te gaan experimenteren met een digitale euro. En dat is dus voor het eerst dat de overheid niet alleen maar verantwoordelijk wordt voor bankbiljetten en de munten die we allemaal kennen, maar dat de overheid ook zich gaat mengen op dat veld van het digitale geld van waar tot nu toe vooral commerciële banken verantwoordelijk voor waren. En ik vind het nog steeds bijzonder dat dat niet is gebeurd. Want ik was dus als Kamerlid was ik daarmee bezig voor zo'n publiek alternatief. En dat is er uiteindelijk niet gekomen, dat soort experimenten, vanwege een analyse van de financiële situatie, vanwege een visie op de bankenwereld of vanwege een politieke meerderheid of zo. Nee, het is de geopolitieke druk geweest die uiteindelijk de Europese Centrale Bank ertoe heeft gedwongen om ook met zo'n digitale euro aan de slag te gaan. En daar zijn ze nu dus mee bezig. De Europese Centrale Bank, instelling in Frankfurt,
Allemaal knappe koppen, niet gekozen, geen democratisch mandaat, maar wel erg machtig, erg invloedrijk. En zij zijn nu bezig met experimenten voor zo'n digitale munteenheid van de overheid. En dat is nogal een complex proces, heb ik gemerkt. Daarom ben ik ook als rapporteur door de Tweede Kamer aangewezen om dat proces te volgen en om ons parlement, onze volksvertegenwoordigers, nog enigszins bij dat proces te betrekken. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Die experimenten die lopen en tegelijkertijd heb je dan een eurogroep. Daar zitten de ministers van Financiën in van alle eurolanden. Die hebben dan ook gesprekken op ons verzoek. Ze hebben die gepland. Maar die twee processen die lopen naast elkaar. Die hebben eigenlijk niets met elkaar te maken. Het is een beetje informele contacten dat ze naar elkaar kijken. En dat ze denken, oké, zij vinden dat belangrijk. Dus heeft dat effect op die experimenten. En daarnaast heb je dan de Europese Commissie die uiteindelijk met een soort Europese wet moet komen. Wat de juridische basis zou moeten bieden voor de digitale euro. En die komt er pas begin 2023. Maar daar zijn die experimenten ondertussen al anderhalf jaar bezig. Dan is het al bijna in kannen en kruiken hoe zo'n digitale euro eruit moet zien. En dan kunnen wij alleen nog maar over de juridische basis praten. Kortom, dat democratisch proces is aan alle kanten gemankeerd. Terwijl het hier gaat over een proces wat erg ingrijpend zal zijn voor onze samenleving. En dat triggerde mij. Ik kon daar maar moeilijk mee leven dat ik als volksvertegenwoordiger, als mensen tegen mij zeggen, ik heb op jou gestemd en ik wil dat je zo'n digitale euro bijvoorbeeld tegenhoudt, of ik wil dat je ervoor zorgt dat anonimiteit gegarandeerd wordt bij betalingen, dat ik het gevoel had dat ik daar geen invloed op had. Daarom heb ik dat boek geschreven. Daarom heb ik de behoefte gehad om uiteen te zetten wat mijn ervaringen zijn en om ook neer te zetten wat volgens mij hoe zo'n digitale euro eruit zou moeten zien. En om ook mijn zorgen te uiten over een aantal zaken die bij zo'n digitale euro komen kijken. Want het ontwerpen van zo'n digitale euro, dat is nogal wat anders dan het ontwerpen van een bankbiljet. Dat maakt nogal wat uit hoe zo'n digitale euro eruit ziet. Dat gaat veel verder dan wiens hoofd op zo'n bankbiljet staat, of hoe zo'n munt eruit zou moeten zien, een metalen munt. Dan gaat het bijvoorbeeld over onze privacy. Krijgen wij straks een centrale bank waar wij helemaal geen invloed op hebben, die buiten onze landsgrenzen zich bevindt en waar mensen werken die wij nooit van ons leven zullen leren kennen, die al onze betalingen in de gaten kunnen houden. En een stapje verder nog, krijgen wij straks een munt die programmeerbaar is, dus dat diezelfde mensen ook nog eens ervoor kunnen zorgen dat vooraf alles bepaalt wat wij wel of niet kunnen doen met ons digitale munt van de toekomst. En dan, dat is nog niet alles, want eigenlijk waarom we hiermee aan de slag zijn gegaan als Socialistische Partij, maar ook ik, maar ook allemaal burgerbewegingen waar we het straks over nog gaan hebben, ons geld, was vanwege een bepaalde visie op die bankenwereld. Vanwege de doorgeslagen macht ook van commerciële banken. Maar als die digitale euro straks zo wordt vormgegeven dat die commerciële banken eigenlijk nog maar sterker worden in hun positie, in plaats van dat ze een concurrent erbij krijgen, omdat bijvoorbeeld het wettelijk zo geregeld wordt dat je digitale euro alleen maar kunt gebruiken via een commerciële bank, wat zijn we er dan mee opgeschoten? Naar mijn gevoel helemaal niets. En dus zou je van tevoren al moeten regelen dat zo'n digitale euro een publiek alternatief wordt voor die commerciële banken, in plaats van een bestendiging van hun huidige positie. Al dat soort zaken hebben met het ontwerp te maken. En als wij dit soort ingrijpende keuzes niet in onze volksvertegenwoordiging, niet op een democratische manier uitdiscussiëren, dan vrees ik ervoor dat onze democratie aan zich minder relevant wordt gevonden door heel veel mensen. Als dit soort ingrijpende ontwikkelingen al niet een onderdeel van het democratisch debat zijn, wat moeten we dan nog wel in zo'n volksvertegenwoordiging bespreken? Dat zorgt voor heel veel cynisme. En ik merk ook de laatste tijd dat er heel veel complottheorieën over zo'n digitale munt zich rond gaan spelen. En ik kan dat mensen ook niet eens kwalijk nemen, omdat het ook schimmig is. Omdat het zich in de achterkamers afspeelt. Omdat het heel moeilijk is om grip te krijgen op al die experimenten. Zelfs voor mij, als gekozen volksvertegenwoordiger die door alle partijen is aangewezen als rapporteur. En daarom ben ik ook blij met gesprekken zoals vandaag. Die ook dat boek wat ik heb geschreven weer onder de aandacht brengen. Zodat we ook
dat gesprek verder kunnen voeren, ook in het parlement. Ik merk nu al dat het impact heeft, dat het nu al ervoor zorgt dat degenen die ermee bezig zijn denken van oké, als het Nederlands parlement hier zo'n belangrijk punt van maakt, dan moet het misschien ook anders. En die eerste stappen richting een meer democratisch proces, die worden ook gezet. Maar dan moeten we wel dit soort gesprekken blijven voeren. Dan ben ik ook blij dat we hier met z'n allen zitten, dat er ook experts als Bert Slachter, als Martijn van der Linden, ook Jan Middendorp hier zijn om dat gesprek te voeren, maar ook het gesprek straks met jullie te voeren. En dan hebben wij het straks volgens mij over hele fundamentele vragen waar we het over gaan hebben. Want moet de digitale euro bijvoorbeeld de vervanging van contant geld worden of een aanvulling daarop? Wat zou er gebeuren volgens jullie als contant geld zou verdwijnen? En moeten wij dat als overheid voorkomen? Ik vind van wel, maar er wordt verschillend tegen aangekeken. En wat is dan de rol van de overheid als commerciële banken steeds meer denken van dat het contant geld dat zorgt alleen maar voor verliezen bij ons. Dus wij zien daar onze rol steeds meer afnemen. Hoe kijken wij überhaupt aan tegen de dominantie van die commerciële banken in de toekomst? Waarom is een publiek digitaal alternatief überhaupt noodzakelijk? Wat is dus het doel van die digitale euro? En met dat doel, hoe zou die dan vormgegeven moeten worden? En wat betekent dat dan voor de toekomst van de bancaire sector? Wordt die niet veel kleiner? Wordt die niet veel behapbaarder? Of wordt het juist anders? Welke rol zou de cryptomunt hierbij kunnen spelen? We hebben het net over de bitcoin gehad en ondertussen zijn er duizenden munten bijgekomen. Hebben zij misschien een rol in de toekomst van ons geld? Maar ook als we dan over al dit soort alternatief opkomende concurrenten voor die commerciële banken en voor digitale geld hebben, hoe moet dan het monetaire stelsel hervormd worden? En wat betekent dat dan voor de rol van centrale banken? Nou, allemaal fundamentele vragen gaan we het allemaal volgens mij over hebben. Ik kijk er erg naar uit. Dank jullie wel vast voor dat jullie hier zijn en om dit gesprek aan te gaan. Ik kijk er naar uit. Dankjewel Mahir voor het al geven van enorm veel vragen die we hopelijk in een uur hebben ongeveer de tijd om dit allemaal te bespreken. Hele wezenlijke zaken. Aangeschoven is ook Martijn van der Linden. Hartelijk welkom vanavond hier. Martijn van der Linden is lecturer New Finance aan de Haagse Hogeschool en voorzitter van Stichting Ons Geld. Hartelijk welkom. Klopt, dankjewel. Leuk dat je er bent. Misschien even om te beginnen voor mensen die niet bekend zijn met de Stichting Ons Geld. Wat is dat precies? Dat is een stichting, Ons Geld, en die probeert van het geldstelsel een politiek onderwerp te maken. Mm-hmm. En het bekendste zijn wij geworden met burgerinitiatief Ons Geld. Dat is in 2015. Toen hebben we 110.000 handtekeningen opgehaald. Toen is er in de Tweede Kamer een debat geweest over het geldstelsel. En toen zijn er eigenlijk, denk ik, twee dingen uitgekomen. Eentje is dat de Kamer stemde unaniem in voor een private depositobank. Dus een bank waar je geld gewoon kunt bewaren. Was heel de Kamer voor, is het uiteindelijk nooit gekomen. Mm-hmm. En het tweede was dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid werd gevraagd om onderzoek te doen naar het geldstelsel en alternatieve inrichtingen. Daar zijn ze in 2016 mee begonnen. En in 2019 is een rapport gekomen van de WRR, Geld en Schuld. En toen is er nog in 2020 ook een initiatiefnota met Mahir. Mahir is een initiatiefnota voor een publieke depositobank. Bediscussieerd in de Tweede Kamer en daarnaast een beetje stil geworden. Maar als Ons Geld hebben we vooral geprobeerd dat politieke proces aan te wakkeren. Maar eigenlijk, als je naar Mahir luistert, is het eigenlijk niet zo goed gelukt. Hè? Mm-hmm. Mm-hmm. Gelukkig zitten hier met veel mensen. Dat laat in ieder geval zien dat er weer animo voor dit onderwerp is. Heel even naar die depositobank. Misschien kunnen we heel kort uitleggen wat het is. Hier? Nou, als je nu naar een commerciële bank gaat, eigenlijk naar alle commerciële banken, dan kan de bank jouw geld als onderpand gebruiken om kredieten uit te geven. En daarmee financieren ze allerlei zaken, hypotheken bijvoorbeeld, of bedrijfskredieten. Dus als bedrijf wil investeren, kunnen ze een krediet aanvragen. En dat gebeurt op basis van het geld dat bij een commerciële bank door ons wordt gebracht. Ja. Ik zeg nadrukkelijk wordt als onderpand gebruikt, want het is niet één op één dat geld wordt ingezet. Ja. Commerciële banken kunnen op basis van ons geld, kunnen zij zelf heel veel geld creëren met een paar drukken op de knop. Dat is het commerciële aspect. Ja. Exact, precies. En een depositobank zou ervoor moeten zorgen dat er helemaal niets met het geld gebeurt. Dat jij gewoon met je geld ergens heen kunt gaan en dat wordt dan op een digitale of een fysieke manier wordt het in bewaring genomen en jij kunt er wel betalingen et cetera mee doen, maar verder ook niets. Dus het wordt niet gebruikt als onderpand om kredieten te verlenen. En dat zou er moeten komen, het is er niet gekomen. Ja, dat is er inderdaad niet gekomen, dat zei Martijn net zelf ook. Waarom eigenlijk niet? Want je zei net dat daar was de Kamer unaniem voor, maar het heeft het niet gered. Dat is een bijzonder proces wat ik ook in mijn boek beschrijf. Dat was voor mijn tijd, dus ik ben er ook in gaan duiken van hoe kan het nou dat
iets wat zo'n groot meerderheid in de Kamer krijgt, dat we eigenlijk dus blijkbaar met z'n allen willen, dat het eerder opgericht zou worden. Hoe kan het dat het niet is gekomen? Het heeft met bureaucratie te maken en vooral met bureaucratie op Europees niveau. Dus je krijgt allemaal Kamerleden, volksvertegenwoordigers en Nederlandse burgerbewegingen zoals Ons Geld, die hun uiterste best doen om het op de agenda te krijgen. Ja. En dan komt de meerderheid voor en dan moet de regering er eigenlijk voor zorgen vervolgens dat het wordt opgericht. En daarvoor zijn ze aangewezen op Europese wetten. Dan moeten bijvoorbeeld een paar dingen aangepast worden op Europees niveau. En dat is lastig, dat duurt jaren en vervolgens vervaagt de aandacht in die jaren van politici. Mm-hmm. Vinden verkiezingen plaats, politici worden vervangen. En het verdwijnt van de agenda, dus het verdwijnt in de bureaucratie. Mm-hmm. En dat vind ik heel kwalijk. Ja, daar even op aanhakend. Want het maakt net al een grapje van, er zitten hier zoveel mensen in de zaal. Dat zijn er eigenlijk maar 70. Er zouden meer mensen zich bezig moeten houden met de toekomst van ons geld. Waarom is hier zo weinig aandacht voor in de media, in de politiek, misschien ook wel in de samenleving? Het is ook wel complex, hè? Ja. Je moet je er wel even in verdiepen. En volgens als je erin verdiept, dan is het ook, valt het ook wel weer mee. Ik krijg veel als reactie op mijn boek. Gelukkig dat het goed te begrijpen is als je de tijd ervoor neemt. Alleen, de politici moeten ook wel blijvend aandacht ervoor hebben. Dus op het moment dat je begrip hebt gekregen bij een politicus en die is bereid om zich in te zetten, moet je vervolgens ook nog eens jarenlang erachteraan zitten, omdat dus een politieke meerderheid behalen nog geen garantie is dat het gebeurt. En daar gaat het vaak mis. Dat merk ik nu ook als politicus, dat de waan van de dag politici eigenlijk ertoe drijft dat je je met allerlei actuele zaken gaat bezighouden. En dat soort grote hervormingen, belangrijke hervormingen die wel moeten gebeuren, die vervagen dan. Die komen op de achtergrond helaas. Martijn. Ja, en er zit gewoon een soort conservatisme in de instituten. Dus de WRR schreef in haar rapport geen experimenten met de ruggengraat van de economie. Mm-hmm. Maar juist de reden om zeg maar, het burgerinitiatief te starten was dat de ruggengraat van de economie zo fragiel is. Ja. En je ziet dus dat argument wordt ook vaak gebruikt door centrale banken. Als een veilig alternatief zou je een bankrun mee kunnen vergemakkelijken. Mm-hmm. Dus zij zien het vooral als een gevaar en daarmee voor het bestaande stelsel. Maar het zou ook een weg kunnen zijn naar een ander stelsel. En als je dan over het fragiele hebt, dan heb je het over die vervlochtenheid. Nou, dus de commerciële overheid? De fragieleheid zit erin in dat bankgeld is eigenlijk fragiel geld. Dus als je naar je bank op gaat en we gaan allemaal ons geld ophalen, dan stort de bank in. Ja. Dus daarmee zijn bankdeposito's, bankrekend geld dat erop staan, claims op de bank, als die allemaal willen innen, stort het in. En dat geld kan vervolgens alleen bestaan met publieke vangnetten. Dus een centrale bank is eigenlijk een backstop achter die commerciële banken. Dus als die banken een probleem komen, kunnen ze daar meer liquiditeit lenen. Een tweede is depositogarantiestelsel. Een soort collectieve verzekering voor private banken. Als het misgaat, dekken ze elkaar. Maar als een grote bank valt, zal de belastingbetaler moeten bijspringen. Mm-hmm. En die vangnetten die zorgen er eigenlijk voor dat banken weten dat ze gedekt zijn, dat ze meer risico kunnen nemen. Dat wordt in de economische wetenschap morele risico's genoemd. Dus ze gaan meer risico nemen, omdat ze weten als het fout gaat, worden we gered. Dan gaan we proberen te. Marie zei het eigenlijk goed. Dan proberen we in te dammen met een heleboel regels. Dus minder bonus, bepaalde producten mogen niet. Ja. Maar het probleem met al die regels is dat ze eigenlijk weer leiden tot nieuwe morele risico's. Mm-hmm. Dus je kunt zeggen, u mag geen bonussen. Nou, dan verplaatsen die afdeling verplaatsen naar Londen. Dat product mag niet. Gaan we net iets anders noemen. Een beetje slijpen. Heb je weer een nieuwe regel. Ze brengen zich er eigenlijk de hele tijd tussenuit. En uiteindelijk blijf je over met een vrij problematisch stelsel. In ieder geval, dat stel jij in je boek. Waarbij de lasten inderdaad voor de maatschappij zijn. Maar als er winsten geboekt worden, dan mogen die in de zakken van. Ja, en misschien nog problematisch. Gewoon een vervlechting van publieke en private verantwoordelijkheden. Ja. Dus je kunt heel moeilijk zeggen of het nou nog echt private banken zijn, of eigenlijk semi-publieke banken. Mm-hmm. En dat is wel, denk ik, in een markteconomie zeer problematisch. Je wil eigenlijk zijn dat banken private instellingen zijn, maar dat zou dus betekenen dat je een aantal van die vangnetten afschaft. Mm-hmm. Maar als je dat doet, dan stort het in. Ja. Dus daar zit een soort van, door de eeuwen heen is dit systeem zo gegroeid. En ik denk dat de WRR best een goed argument maakte dat zo'n veilig alternatief in de vorm van een depositobank of een central bank digital currency, dat zou een disciplinerend effect op banken kunnen hebben. Mm-hmm. Je zou dus door een alternatief, dat is eigenlijk gewoon een kapitalistische gedachte of een markteconomie gedachte. Dus als je alternatieven hebt, dan worden andere partijen gedwongen zich op een andere manier te gedragen. Ja, concurrentie. Ja, precies. Dus eigenlijk gewoon klassieke concurrentie of klassieke markteconomische argumenten. Mm-hmm. En dat zou een begin kunnen zijn naar een ander systeem. En ik denk dat daar eigenlijk het belang aan zit, dat die digitale euro wordt ontworpen. Dat het niet alleen iets is wat zeer beperkt is en het bestaande systeem bestendigt.
maar ook de mogelijkheid kan bieden tot verdere hervormingen. Mm. Ja, voordat we naar alle ontwerpkeuzes die op tafel liggen op dit moment gaan, wil ik nog heel veel naar jou, Mahir. Want wat je heel erg mooi doet in de opening van je boek, is je schetst er eigenlijk een dystopie in. En misschien kan je die even kort uitleggen voor het publiek. Nou, met digitaal geld wordt dus heel veel mogelijk. Hè? Dus als iets technisch gezien mogelijk wordt, dan is ook de kans groot dat het ook de realiteit wordt. Ik heb een aantal voorbeelden, schets ik ook in mijn boek, waarin dat ook daadwerkelijk is gebeurd. Maar alles wat mogelijk wordt, is niet per se nog wenselijk. Dus bijvoorbeeld programmeerbaar geld, geef ik een aantal voorbeelden van. Dat moeten wij niet willen. En ik begin dus ook met een dystopisch beeld, inderdaad, waarin ik al die technologische mogelijkheden die nu mogelijk zijn, waarin ik schets van, ja, wat krijg je als we daar allemaal gebruik van gaan maken? Dat is niet per se iets wat wij willen. Dus moeten we van de voorkant, bij het ontwerpen van zo'n digitale euro, moeten we ervoor zorgen dat wij de kaders aangeven als samenleving. Van, dit willen wij wel als samenleving en dit willen wij niet. Mm-hmm. Ja. En we zitten nu eigenlijk een soort van op een tipping point waar we misschien voor die dystopie kunnen gaan, maar dat er ook nog mogelijkheden liggen voor een duurzame en eerlijke wereld. Nou ja, je moet lachen. Nee, zeker. Het kan twee kanten, natuurlijk. Nee, zeker. Mm-hmm. Nou ja, en ik denk dat wat inderdaad belangrijk is, er zitten bepaalde waarden achter een geldstelsel. En die kunnen inderdaad met technologie kunnen die ook worden vormgegeven. Mm-hmm. Dus daarom is het wel belangrijk dat je goed weet welke waarden wil je eigenlijk dat in het systeem tot uiting komen. En dat je dat eigenlijk als basis pakt voor het ontwerp. Ja, dat lijkt me inderdaad heel goed. Maar hoe, zoals er net al genoemd werd, de ECB en de DNB zijn bezig met het ontwerpen van zo'n digitale euro. En hoe moet zo'n digitale munt er dan eigenlijk uit gaan zien? Wat hebben we nodig? Ja, het allerbelangrijkste is denk ik dat het democratisch wordt vormgegeven. We hebben net gehad over een stelsel waar we nu in zijn beland met commerciële banken. Eigenlijk hebben we een huis dat aan alle kanten gestut is door de jaren heen, omdat het door de politici, eigenlijk door de bureaucraten, door de instellingen zoals Martijn het aangaf, te riskant werd gevonden om fundamenteel iets anders neer te zetten. Heeft aan alle kanten gestut. Maar op een gegeven moment kwamen er andere huizen op uit het buitenland. Dus dachten we, oké, dan moeten wij zelf ook een huis inrichten. Alleen het gesprek heeft nooit plaatsgevonden op democratisch niveau van hoe moet dat huis, dat nieuwe huis van de toekomst, dat nieuwe geld van de toekomst, hoe moet dat eruit gaan zien? En wie gaat bouwen? Wie gaat huis bouwen? Precies, daar hebben we het nooit over gehad. We zijn eigenlijk gedwongen door de Bitcoin, door de Libra, door de Chinese overheid die met zo'n digitale munt bezig was. Toen kwam opeens ook onze centrale bank tot inzicht van wij moeten er ook mee aan de slag. En ze zijn maar gaan experimenteren zonder dat er ooit een democratisch gesprek heeft plaatsgevonden van willen we dit überhaupt en hoe moet dat er dan uitzien? Mm-hmm. Ja, de doelstellingen zijn vrij onduidelijk. Mm-hmm. En als je dan rapporten en speeches van centrale bankiers leest en die analyseert, dan zie je vooral waar zij naar kijken is vooral betalingsgerelateerde argumenten. Dus dan kun je over een backup systeem, financiële inclusie, misschien behoud van publiek geld. Dat is een hoek. De andere zit heel erg in de hoek van monetaire soevereiniteit. Dus dat je toch nog eigen geld hebt, dat je op wereldtoneel belangrijk bent. Een beetje technologie, dat het kan leiden tot innovatie, zo'n digitale euro. Maar als je meer vanuit systeemperspectief kijkt, dan moet je eigenlijk concluderen, ja, het gaat ook betreffend de marktordening. Dat is eigenlijk een politiek vraagstuk. Mm-hmm. En je zou eigenlijk willen dat die doelen politiek worden bepaald en dat vervolgens naar de ECB het gaat ontwerpen. Maar de politiek heeft eigenlijk dus die eerste stap nooit gezet. Wat willen we er eigenlijk mee? Het is eigenlijk gebeurd. En toen zijn die centrale banken aan de slag gegaan, wat misschien ook nog niet zo slecht, want ze moeten toch iets doen. Maar het is eigenlijk de politiek die heel nalatig is en niet niet debatteren over zinvolle doelen en daar een keuze in maken. Mm-hmm. En maar hier, als jij het dan, jij bent volksvertegenwoordiger. Wat zou jij graag zien? Wat voor munt zou jij graag zien voor de mensen die je vertegenwoordigt? Wat voor eigenschappen moeten die hebben? Ja, idealiter zou ik willen zien dat het contante geld wat we nu hebben, wat eigenlijk nog de beste concurrent is voor die commerciële banken, dat we ook dat contante geld opwaarderen naar het digitale tijdperk. Dus dat we wel een munt krijgen van de overheid, uitgeven door de overheid, maar wel eigenschap van contant geld. Bijvoorbeeld anoniem betalen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld dat we elkaar één op één kunnen betalen zonder dat wij, want ik kan een bankbiljet nu aan jou geven, maar als ik een via een digitale rekening geld over me wil maken, dan moet dat via een bank gebeuren. Dus ik zou een opwaardering van dat contant geld naar het digitale tijdperk willen hebben, waardoor eigenlijk de samenleving minder afhankelijk wordt van die commerciële bank. Ja, dat je geen derde eigenlijk nodig hebt erin, geen mailman.
Ja, en als het een derde is, in ieder geval geen commerciële bank. Want daar zijn we nu als samenleving veel te afhankelijk van. Mm-hmm. En dat zorgt dus ook, ik schets ook in mijn boek, dat het allerlei nadelen met zich mee heeft gebracht. Dat wij zo afhankelijk zijn van die commerciële banken. Dat heeft nadelige effecten op klimaat en milieu, omdat zij in de fossiele industrie investeren met geld als onderpand. Zij investeren in wapensystemen. En dat wordt natuurlijk steeds, komt dat één voor één in het nieuws. En dan zijn we weer met z'n allen, zijn weer erg verontwaardigd dat er weer met ons geld allemaal schandalige dingen zijn gedaan. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk inherent aan het systeem. En het bevordert ook de ongelijkheid. Mm-hmm. Dus het zou gewoon heel goed zijn als wij een digitaal concurrent voor die commerciële banken hebben, waardoor we als samenleving iets minder afhankelijk van die commerciële banken worden. En zijn het bevordert de ongelijkheid? Kan je daar iets concreter over uitweiden? Het is in essentie zo dat een bankier, omdat commerciële banken nu die geldschepping in handen hebben, die zorgen er ook voor dat het geld in omloop komt en die bepalen ook hoe dat gebeurt, namelijk door kredieten te verlenen. En als je kijkt naar de bankbalansen, wat ze dan, waar het geld dan veelal heen gaat, dat zijn twee dingen, bedrijfskredieten en hypotheken. Mm-hmm. Dus, en daar gaat het geld dan ook vooral heen. Dus mensen, huizenbezitters, die profiteren er vooral van. En bedrijven, multinationals, die profiteren er vooral van dat wij met z'n allen ons geld als onderpand aan die commerciële banken ter beschikking stellen. Mensen die al geen genoeg geld hebben, dus die geen hypotheek kunnen krijgen, of die helemaal niks met multinationals te maken hebben, die zorgen ervoor dat het systeem in stand blijft, maar profiteren daar niet van. Dus inherent zorgt ervoor dat die geldschepping bij commerciële banken ook ongelijkheid in de hand werkt. Mm-hmm. Nou, we hebben in Nederland en in vrij veel ontwikkelde landen eigenlijk een shift gezien in die bankleningen, waar vroeger heel veel naar productieve activiteiten ging. Dus bedrijven in de reële economie gaat inderdaad steeds meer naar vastgoed. Mm-hmm. Maar ook naar andere bedrijven in de financiële sector zelf. Mm-hmm. En daarvan kun je echt afvragen of dat geldcreatie of kredietverlening is die eigenlijk zo zinvol is, of die wel echt bijdraagt aan productieve economische activiteit. En een andere die denk ik de afgelopen jaren steeds belangrijker is geworden, is dat opkoopbeleid van centrale banken. Daarvoor kun je toch zeggen dat is eigenlijk ook een manier om het huidige stelsel te bestendigen. En het is denk ik steeds worden duidelijker dat daar vooral de mensen die op bezit hadden van hebben geprofiteerd. Dus daar draait het bankbeleid gewoon zeker bij een ongelijkheid. Mm-hmm. En nog heel veel terug naar die digitale euro. Want je zei net al in je inleiding, zo'n digitale munt is programmeerbaar. Wat betekent dat eigenlijk, dat iets programmeerbaar is? Of dat zo'n munt programmeerbaar is? Wat zit daar dan aan vast? Er zitten heel veel risico's aan vast. Er zitten ook wel kansen. Dus je kunt ook wel beredeneren dat als je geen geld hebt van de overheid, maar dat gewoon een bedrijf een munt aan het ontwikkelen is, dat programmeerbaar geld, dat daar ook allemaal kansen aan zitten. Dat je bijvoorbeeld je kind via een bepaald bedrijf zakgeld kunt geven, wat hij dan volgens niet aan sigaretten kunt besteden. Dat is een soort programmeerbaarheid wat je als privaat initiatief best zou kunnen toejuichen. Mm-hmm. Maar de overheid zou naar mijn mening politiek neutraal geld moeten maken. Dus al op het moment dat iets programmeerbaar is, bijvoorbeeld dat je aangeeft, ik zeg maar iets wat sympathiek klinkt, maar dat uiteindelijk verkeerd zal uitpakken. Ik neem als voorbeeld bijvoorbeeld een CO2-budget. Denk je van, oké, jij hebt al genoeg CO2 uitgestoten dit jaar. Dat in het bedrijfsleven hebben we dat al. Hè? Die moeten met CO2-budgetten moeten aan elkaar verhandelen. Als we dat ook met huishoudens zouden doen, zeggen, jij hebt al genoeg gas verbruikt dit jaar. We hebben nou eenmaal weinig gas en we moeten over naar een groene economie. Dus wij sluiten dat af. Jij kunt niet meer met jouw geld meer gas kopen of meer benzine kopen. Nou, dat zou voor een aantal mensen zou dat sympathiek kunnen klinken, want dat is goed voor het klimaat. Maar dat maakt al dat jij in het geld een soort politieke keuze inprogrammeert. Mm-hmm. En daarmee is het als een neutraliteit kwijtgeraakt. En ik vind dat heel gevaarlijk, want ik vind dat ons geld, dat is ook traditioneel gezien iets wat ons verbindt. Hè? Dat is iets van ons allemaal. Dat is ook een vorm van nationale trots. Of als het gaat om de euro, is het dus een vorm van, hè, zou het Europese trots moeten uitstralen. In ieder geval zitten er geen politieke keuzes ingebakken. Als we daar die kant op gaan, dat we dus het geld zo gaan programmeren dat er politieke keuzes in zitten, hoe goed bedoeld ze ook zijn, dan ben ik bang dat een deel van de bevolking afhaakt van die munteenheid. En dat we dus meer polarisatie krijgen. Mm-hmm. En dat zo'n we zien natuurlijk ook al dat de overheid is menselijk. Daar zitten mensen in ieder geval en die maken keuzes. Ja. Dat is politiek correct. Dat klopt. Daarvoor zit ik hier aan tafel. Daar zitten mensen en die maken keuzes. En we zien inderdaad dat
ook wel vaker fout gaan. Kijk maar naar toeslagenaffaire bijvoorbeeld. Exact. Dus, dus dan is inderdaad de vraag van wie zit er dan achter? Wie maken die keuzes? Ja, en dat is dus dat is heel gevaarlijk. Als je een overheid tegenover je hebt als mens, als gewoon als burger. Mm-hmm. En die overheid heeft op je gemunt, sta je eigenlijk kansloos. Dus op het moment dat er een computersysteem is die bijvoorbeeld discrimineert of die allerlei bepaalde vormen van vooringenomenheid in zich heeft ingebakken, dan kan het hele nadelige gevolgen hebben. En bij de toeslagenaffaire zagen wij dat de enige manier om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt, is via de democratie. Kijk, de overheid, de Belastingdienst waar dit is gebeurd, die kan niet failliet gaan. Mm-hmm. Wij moeten nou eenmaal verder met die Belastingdienst. Dus staat die onder democratische controle. En dus is die toeslagenaffaire aan het licht gebracht door volksvertegenwoordigers zoals mijn partijgenoot Renske Leijten en Pieter Omtzigt. Mm-hmm. En dat zou dus op zijn minst bij de digitale euro ook zo moeten zijn. Want als het en niet onder democratische controle staat en het kan niet failliet gaan en er komt zo een vooringenomenheid in dat stelsel te zitten, een politieke keuze, al dan niet bewust of onbewust, dan kan het enorm misgaan. En dan is er geen controlemechanisme die dat kan corrigeren. En ik denk dat de beste waarborg om dat te voorkomen, dat het toch de democratie is. Ja. En nou ja, dan denk ik dat we nu een heel concreet beeld hebben eigenlijk van hoe zo'n dystopie eruit ziet. Dus dat het inderdaad enorm vergaande controle, weinig privacy. Ik heb ook vernomen dat er mensen van de Nederlandse Bank hier in de zaal zitten. Ja, stiekem zijn ze er. Stiekem in een hoekje. Ik zie er daar één, want hij zwaait. Zou ik ook... wachten we heel even op de microfoon. Want ik zou dan ook wel graag aan jou een vraag willen stellen van... we hebben het hier over dat dystopische beeld wat hier nou door me hier geschetst wordt. Hoe reëel is dat als we naar die digitale euro kijken? Ja, kijk, het is iets nieuws en we doen ontzettend onze best om publiek belang op te stellen. En daarom is ook het rapport van de Nederlandse Bank, wat op advies van de WRR is geschreven, als eerste naar de Kamer gestuurd. Daar is een debat geweest in de Kamer en daar is gezegd van, nou, ga daarmee verder. En vervolgens is die, is ook in Europa, is de ECB ermee begonnen. En voldoet het ook gewoon binnen de democratische procedures. Dus ik bestrijd dat het een ondemocratisch proces is. Mm-hmm. Want bijvoorbeeld de wetgeving, als die er komt, dan gaat die gewoon door de ministers van Financiën worden besproken en gaat ook naar de parlementen. Maar hier, stelt dit je gerust? Of hoe kijk je er tegenaan? Nee, helemaal niet. Want kijk... dat debat heb ik gevoerd destijds. En dat debat, dat heeft Martijn bijvoorbeeld gevolgd. Ja, ik heb live gevolgd, ja. Daar schort het aan alle kanten aan. Kijk, dit democratisch proces, het is, ik geef het toe, het is een nieuw proces. Dus we zijn aan het zoeken. Alleen, was daar echt de ruimte voor politici om te zeggen van nee, we gaan er niet mee verder? Eigenlijk was die ruimte er niet. De Europese Centrale Bank was al begonnen met die experimenten. En nu die experimenten plaatsvinden, die vinden achter gesloten deuren plaats. En als die wet er eenmaal is, dan wijst de praktijk uit, dat is met de Europese verordeningen altijd zo, iedereen die ermee te maken heeft gehad, die zal dat onderstrepen. Omdat het gaat om zoveel lidstaten en omdat het al zo'n voortraject heeft gehad met allemaal experimenten achter gesloten deuren, is er in de praktijk al helemaal niets meer aan te veranderen. Het staat helemaal vast en je kunt het helemaal van tafel vegen inderdaad, theoretisch gezien. Alleen een goed democratisch proces zou je ook tussentijds moeten kunnen bijsturen. Ik heb zo'n soort een vergelijkbare ervaring gehad met belasting op digitale diensten. Dat is een soort belasting op Facebook. Dat kwam ook uit de Europese Unie. Ik wilde daar iets kleins aan veranderen. Kon niet meer. Het was dit of niets. Omdat eenmaal al zo'n heel lang voortraject erbij was geweest. Er staat al heel veel lidstaten achter. En dat gaat nu met de digitale euro weer gebeuren. We moeten nu bij die experimenten ook veel meer betrokken zijn. Maar ja, theoretisch klopt het. Aan het einde kun je zeggen van wij willen die wet niet meer. Maar in de praktijk zul je zien, dat gaat niet gebeuren. Dat is best wel eng. Ja, Martijn? Best eng. Wat, ja. Nee, het is best aan? Eng. Van de ene kant denk ook wel dat ze bij de ECB met alle goede intenties een munt proberen te ontwerpen. Laat daar vanuit. Ik heb laatst ook met Pieter of Peter een gesprek gehad en ik vond het wel aardig wat hij daarin zei. Dat het is best wel denkbaar dat je zeg maar verschillende digitale munten van verschillende landen krijgt, waarin die verschillend zijn ontworpen, die verschillende maten van privacy hebben, van anonimiteit, van programmeerbaarheid. Dus dat het eigenlijk de waarde van de
munt in Europa verschilt van de munt in China en van de munt in Amerika. En ik denk dat dat dus op zich gezond is en dat dat bewustzijn dus ook bij centrale bankiers er is. En dan is de vraag, ligt het dan aan de centrale bankiers of aan de politici? En ik vind eigenlijk ook al dat de politici echt zitten te slapen. Dus het is makkelijk te zeggen dat de centrale bankiers zeg maar achter de scherm doen. Dat klopt gedeeltelijk. Maar het zijn ook de politici die toch heel weinig het heft in de hand nemen en zeggen, wij hebben een visie van hoe de wereld er over 20 jaar moet uitzien of over 10. En om dat te bereiken moeten deze en die stappen worden gezet. Ja. Dus het is heel afwachtend en dan kun je eigenlijk andere partijen ook heel moeilijk kwalijk nemen dat zij eigenlijk reactief of in een leemte moeten opereren. Mm-hmm. Kijk, ik heb zo'n visie. Alleen mijn visie als oppositiepartij doet er niet zoveel toe. Ja. Het gaat erom dat de regering zo'n visie neerzet. Ja. En na 20.000 keer vragen heeft de regering toegezegd om voor aankomende zomer zo'n visie naar de Kamer te sturen, zodat wij daar een debat over kunnen hebben. Over hoe zij vinden dat zo'n digitale euro eruit zou moeten zien. Dus wij hebben die nog steeds niet, die visie van de Nederlandse regering. Daar wachten we op. Maar ondertussen zijn die experimenten achter gesloten deuren dan al een jaar bezig. Mm-hmm. En maar waarom is dat dan? Is dat zeg maar, is dat onwil, is dat onmacht? Of is er gewoon echt geen interesse voor? Want je zei nog wel in je inleiding dat er leek wel meer interesse voor te komen voor dit onderwerp. Ja, sinds ik dat boek heb geschreven. Lijkt er meer te komen. Ja, sinds ik dat boek heb geschreven, sinds ik ook vaker aan de bel heb getrokken, dan zie je bijvoorbeeld dus dat de minister van Financiën in Europa erover spreken. En als de minister van Financiën erover spreken, dan kunnen wij dus onze minister van Financiën iets meegeven. Mm-hmm. En dat hebben we het laatst recent voor het eerst gedaan in meerderheid. En we als Nederlands parlement hebben gezegd van bij alledaagse betalingen willen wij in ieder geval dat anonimiteit gegarandeerd is. En dat heeft de meerderheid heeft dat gesteund en hebben we de minister van Financiën meegegeven. Mm-hmm. En dat was voor het eerst. Alleen een echt gesprek heb je natuurlijk pas op het moment dat er dat er zo'n visie vanuit de regering komt. En waarom die er nog steeds niet ligt, ja. Ik denk dat het, wat Martijn zegt, dat het enigszins klopt. Dat het een soort conservatisme in de bureaucratie zit. Dat er niet heel veel noodzaak gevoeld wordt om iets wat nu enigszins functioneert, om dat fundamenteel te veranderen. Ja, en het is in die zin best opmerkelijk. Hè? Commerciële banken hebben hun betaalstijl eigenlijk gedigitaliseerd de afgelopen 30 jaar. En daarmee zijn ze in digitale tijdperk natuurlijk steeds machtiger geworden. En het publieke geld is gewoon achtergebleven. Dus zegt eigenlijk dat die publieke instituten, die hebben al 30, 40 jaar niks gedaan om het geld, ja, naar een volgend level te brengen. En dan kun je ook zeggen, ja, dat hebben die commerciële banken slim gedaan, maar op zich is dat gewoon professioneel wat een privaat bedrijf hoort te doen, gewoon een goede betaaldienst aan te bieden. En de overheden, de parlementen hebben eigenlijk gewoon zitten slapen 30 of 40 jaar lang. Ja, en nu maar hopen dat ze op tijd wakker worden. Ja, zeker. In de gedroomde dystopie die we net hebben gehoord wakker worden. Dan nog even een korte vraag voordat we verder gaan naar het volgende deel van het programma. We hebben het dus net nu over digitaal geld. Wat is de toekomst dan van contant geld? Zeg maar, gaat dat blijven? Gaat dat weg? Ik denk dat het blijft en dat er twee goede redenen zijn om het te houden. Het eerste is dat het een goed backup systeem is. Mm-hmm. En het tweede, het garandeert anonimiteit eigenlijk altijd. Dus dat is by design. Dus dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste argumenten om het te houden. En wat mij betreft moet het om die reden ook gewoon blijven. Mm-hmm. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik maak me wel zorgen over de mate waarin het toegankelijk blijft, omdat we daarin ook afhankelijk zijn van commerciële banken. Ja, door die geldautomaten. Hebben ze überhaupt nog een belang bij het openhouden van geldautomaten als dat toch uit de mode raakt? Exact. Zij geven aan dat ze er steeds minder aan verdienen. Het was eigenlijk al verlies laten, maar dat ze steeds meer geld aan kwijt zijn om die infrastructuur in stand te houden. Dus op een gegeven moment vermoed ik dat zij zullen zeggen van, ja, als we dat moeten doen, dan overheid, dan willen wij daar ook geld voor zien. En ik vind dat de overheid daar ook echt dan een publiek belang in heeft om dat in stand te houden. Want ik ben het eens met Martijn, terugvaloptie van contant geld, dat is hartstikke belangrijk, maar dat geldt in algemene zin eigenlijk, dat wij keuzes moeten blijven houden. Ook als die digitale euro ontspoort, hebben we straks het contant geld nog. Maar ook bijvoorbeeld de bitcoin, vind ik ook hoe zou ik het noemen? Ook een terugvaloptie. Ik heb het zelf niet. Mm-hmm. Ik gebruik het niet. Maar het feit dat het er is, zorgt ervoor dat het disciplinerend werkt. Mm-hmm. Ja, en als de digitale euro er is, dan zou het ook best logisch zijn dat er een publieke dienst is waar je gewoon je geld kunt ophalen. Dus de digitale euro kunt inwisselen of kunt omruilen voor een fysieke euro. Okay. Dus dan zie je misschien al in Nederland met de geldmaat dat het allemaal samen is gekomen, dat langzaam al is besproken op de achtergrond dat het wordt overgegeven naar een publiek instituut. Mm-hmm. Dus hoeven zou niet allemaal tientjes onder ons matras stoppen. Of zou je dat wel? Dat zou ik niet doen. Nee, okay. Daar raad ik niemand aan. Nou, dan doe ik het niet. Dank Martijn van der Linden.
Maar ik kom straks nog even bij jou terug, hoor. Voor een laatste rondje toekomstvisies, zoals we dat graag doen. Dan wil ik nu graag naar voren roepen Bert Slachter en Jan Middendorp. Bert Slachter is complex systeem- en bitcoin-expert. Daarnaast schreef hij ook het boek Ons geld is stuk en waarom bitcoin de oplossing is. Jan Middendorp, oud-Kamerlid voor de VVD, waar hij zich veel bezig hield met digitale vraagstukken. En tegenwoordig is hij Head Corporate Development and Strategy bij Bunk Bank. Klopt toch, heren? Helemaal goed. Jan, jij hebt heel lang in de financiële sector gewerkt. Ik vraag me wel af, hoe kijk jij terug op het gesprek wat we net hebben gehad? Er was best wel wat kritiek ook op de commerciële banken, hebben we gehoord. Ja, de commerciële banken. Er zijn dus ook niet-commerciële banken. Dat heb ik inmiddels nu helemaal door. Kijk, ja, ik spreek hier niet namens de bankaire sector. En ik werk gelukkig bij een instelling die in 2012 is opgericht door de founder Ali Niknam, die eigenlijk heel veel redenen die maar hier heeft genoemd over duurzaamheid, inclusiviteit, een ander bankair systeem, dat hij dat daarvoor is de instelling waar ik nu werk opgericht. Mm-hmm. Dus ik sta misschien wel voor een groot gedeelte met dezelfde ambities en doelen zit ik hier aan tafel. Mm-hmm. En ik denk dat er eigenlijk over de doelen zijn er misschien veel minder oneenigheid dan je zou denken. Ik denk dat de discussie heel ingewikkeld wordt als heel veel dingen door elkaar gaan lopen en tegelijkertijd gebeuren. En dat vond ik er ook af en toe wel een beetje in zitten. Maar daar komen we misschien zo wel even over te spreken. Ik hoop het. Zoals je net al zei, Bunk is eigenlijk ook ontstaan als een uit frustratie met het financiële systeem, als ik het zo mag duiden. Wat doet Bunk eigenlijk anders dan reguliere banken? Nou, die probeert echt. De Bunk is gebouwd om haar klanten vanuit helemaal wat klanten van haar vraag te werken. Dus al die omschrijvingen van de commerciële banken, hoe die in de kredietcreatie, et cetera, aan de slag zijn. Dat is helemaal niet de basis van Bunk. Eigenlijk. Het is ook een techbedrijf opgezet om met innovatie op een hele nieuwe manier, ook na die crisis in die tijd, een veel beter financieel systeem te bouwen. Mm-hmm. En hoe ziet dat betere financiële systeem er dan uit? Nou, kijk naar de app. daar kan je meteen inschrijven. Deze avond is niet gesponsord door Bunk. Nee. Nee. Dat je dat weet. Ik spreek hier ook op persoonlijke titel. En eigenlijk ook, ik ben natuurlijk ook heel erg met dit onderwerp bezig als ex-Kamerlid, zoals je zei. En met digitalisering bezig geweest. Want dat wil ik misschien ook wel even gezegd hebben. Ik heb een grotere respect ook voor Mahir die dit initiatief neemt. Want ik heb zelf ook geprobeerd een keer, in 2018 zelfs, om een initiatief, vergelijkbaar initiatief, over een digitale kluis voor data te maken. Mm-hmm. En de verhalen die Mahir hier ook vertelt over hoe de grote instellingen, de bureaucratie daarmee omgaat, terwijl het voor Nederland en voor mensen in Nederland zo belangrijk is om inderdaad een democratisch proces te hebben en van die innovatie gebruik te maken en betere dingen te doen, dat is denk ik echt heel belangrijk. Ja, hoe zat dat eigenlijk in jouw kamertijd? Was er toen, want Mahir die zegt, ja, er is best wel weinig ammo voor wat hij te bespreken heeft. Was dat toen ook voor jou zo? Ik denk dat er voor mij, ik wil me niet zielig opstellen hier, maar toen ik in 2018 over digitale identiteit begon en 2019 over algoritme, dat was nog voor het toeslagenschandaal. Toen was er eigenlijk niemand in geïnteresseerd, behalve één of twee Kamerleden die dan ook in het commissiezaaltje zaten. En dat is ontzettend zonde, want dan herhaal ik eigenlijk dat voor Nederland gewoon echt heel zonde is. En de vraagstukken die we hier bespreken, die kunnen met innovatie beter gemaakt worden. Je kan betere dingen doen. Het ontwerp, werd net al gezegd, dat moeten we echt met z'n allen doen en dat moeten we in een democratisch proces doen. Dus ik denk dat er nog meer belangstelling is voor waar men hier nu mee bezig is dan ik in de tijd. Hoewel ik in het laatste kamerjaar, dankzij corona en allerlei ontwikkelingen op digitaal vlak, opeens wel veel aandacht kreeg. Mag ik ook een vraag stellen? Ja, jij mag ook een vraag stellen. Wat ik me altijd wel heb afgevraagd, hè, is het wel anders als je bij een coalitiepartij zit? Want kijk, ik als oppositiepartij had het natuurlijk ook niet via mijn partijlijn contact met het hoofd van die bureaus, namelijk de minister. Maar jij had dat wel kunnen hebben. Of is dat in de praktijk werkt dat helemaal niet zo?
Niet op een onderwerp waar niemand mee bezig is. Dus, en buiten dat is een van de redenen dat ik de Kamer in ben gegaan. Omdat ik dingen wilde veranderen. En het een gouden kans vond om aan digitalisering te kunnen werken. Mm-hmm. En als je iets veranderen wil, dan moet je het zelf doen wat jij doet. Dan moet je daar met een voorstel komen en niet al te veel overleggen. En een boek. Blijkbaar. Hey Bert, ook fijn dat jij er bent. Zoals ik net al zei, je bent Bitcoin/crypto-expert. Ik heb het gevoel dat we toch wel met een publiek zitten dat veel afweet van de zaken die we bespreken hier. Maar misschien toch nog heel even kort, kan je nog heel veel uitleggen hoe een Bitcoin precies werkt? al is het maar voor mij. Nou, kijk. Commerciële banken of centrale banken, in beide gevallen is er een partij die de boekhouding bijhoudt waarin staat wat van wie is. Is er een partij die kan beslissen dat iemand niet meer mee mag doen, uitgesloten wordt. Die kan voortrekken of terugdraaien, censureren. Die de regels kan aanpassen, ook achteraf. En dat is natuurlijk heel erg interessant als we contant geld zien. Hè, dat tientje wat er eenmaal is, dat is er nou eenmaal. En dat kan niet achteraf magischerwijs worden aangepast. Als in jouw portemonnee zit, zit het erin. Ja. Maar met digitaal geld is het altijd mogelijk. Echt digitaal geld, hè? Dus het wat we nu digitaal geld noemen, giraal geld, is eigenlijk niet eens echt digitaal. Het is meer gedigitaliseerd. Mm-hmm. Zoals een papier. Wat een papier. Ja, dat is eigenlijk cryptografisch geld, zou je moeten zeggen. En dat wordt digitale euro ook, hè? Daar kun je de regels achteraf van aanpassen. Dus je had net over allerlei dystopische scenario's. En dat je daar vooraf goed met elkaar over moet hebben. Lovenswaardig. Maar achteraf kun je alsnog op een gegeven moment, als er iemand anders aan de macht komt, of als iemand zich bedenkt en denkt van, bij nader inzien willen we toch andere regels. Nee, even als voorbeeldje die truckers in Canada. Weet je wel? Die zeggen, nu is het terrorisme en hops, rekeningen bevroren. Dat kan straks natuurlijk nog veel makkelijker. Dus de essentie van het geldsysteem wat we nu hebben en alle varianten die je erop kunt bedenken, of het nou Libra is door Facebook. Of digitaal centrale bank geldt door een centrale bank. Mm-hmm. In alle gevallen is er een centrale partij die aan de touwtjes trekt. En het hele idee van Bitcoin is dat je zegt, we willen dat er geen enkele partij is die in zijn eentje de regels kan veranderen, de geldhoeveelheid kan veranderen, inflatie kan veranderen, de bestedingsvoorwaarden kan veranderen, want daar heb je het over. Hè, onder welke condities kun je, nou, mag jij je geld besteden, waar niemand kan uitsluiten, niemand kan censureren. Nou, en dat werkt met haar onderlicht, dat noemen we dan een consensusmechanisme. En dat is een manier waarop een grote groep mensen die elkaar niet kent, niet hoeft te kennen ook, niet hoeft te vertrouwen, die zelfs elkaars vijand kan zijn, dat die mensen met elkaar het met elkaar eens wordt, consensus vindt over wat is van wie, die administratie. Die administratie die nu bij een centrale partij ligt, die leg je dan bij het collectief, waarbij dat zo extreem gedecentraliseerd moet zijn ook. Als het niet gedecentraliseerd is, kun je net zo goed mee stoppen. Dat geldt dus voor eigenlijk al die andere crypto's. Als het extreem gedecentraliseerd is, dan kan dus helemaal niemand, zelfs de president van Amerika niet, daar iets aan doen. Mm-hmm. En dat is de essentie, denk ik, van cryptogeld. Het enige cryptogeld dat op dit moment dus relevant is, is Bitcoin. Want dat is de enige die echt gedecentraliseerd is. Lijkt me een hele concrete, duidelijke uitleg. En hoe draagt zo'n hoek, of hoe kan zo'n Bitcoin dan bijdragen aan een gezond financieel systeem, volgens jou? Wat is de meerwaarde van die decentralisatie? Ja, en dan die vraag die heeft heel veel lagen. Omdat omdat het heel erg afhangt van de situatie van de persoon die zou kunnen kiezen uit zichzelf voor Bitcoin. Mm-hmm. En dus er zijn op dit moment al heel veel mensen in de wereld voor wie Bitcoin nu al heel veel beter is dan het alternatief wat ze hebben. Want het alternatief kan bijvoorbeeld zijn een falende munt. Hè. Neem Turkije, ik geloof nu 80% inflatie. Libanon, Venezuela, Nigeria. Er zijn allerlei landen waar je als je... Nou ja, 10%, dat is dan... Maar er zijn allerlei landen waar je naar willekeur van een dictator kan worden uitgesloten. Hè. 4 miljard mensen leeft in een totalitair regime. 200 miljoen mensen werken in het buitenland om geld naar huis te sturen voor hun familie. En die willen dat heel wat goedkoper kunnen doen dan nu. Want nu duurt dat 3 dagen en kost soms 15-20%. Er zijn allerlei mensen voor wie het nu al nuttiger is. Kijk, in Nederland hebben we best een betrouwbare overheid. Best een stabiele munt. Een fantastisch betaalsysteem, als je het vergelijkt met andere landen. Er zijn best wat mensen die zeggen, ja, wat hebben we hier nou aan Bitcoin?
Nou, dat is dus ook een interessante observatie. Dat het dus heel erg afhangt van waar je leeft. Mm-hmm. En wat hebben we hier dan aan Bitcoin? Dus voor Nederland zou ik zeggen, is het vooral dat het de symmetrie terugbrengt tussen de partij die de macht heeft, namelijk de overheid en de burger. En dat is heel belangrijk. Hè? Een optionaliteit, je had net al over alternatieven die disciplineren. Optionaliteit brengt die symmetrie terug. Even als voorbeeld, hè, een fundamentele verschil tussen werknemerschap en slavernij is dat een werknemer de optie heeft om ontslag te nemen en een slaaf niet. Dat is een beetje het verschil. Mm-hmm. Dus die optionaliteit, dus dat je ontslag mag nemen als jouw werkgever jou verkeerd behandelt, is essentieel. Hè? En dat zorgt ook voor dat werkgevers wel even nadenken over wat ze met hun werknemers doen. Nou, je wil dus ook als dat omdat met die digitale technologie centrale banken of overheden of commerciële partijen of wat dan ook ongelooflijk veel macht krijgen over ons geld. En mind you, het doen van een betaling is ontzettend waardevolle informatie. Hè? Dat onthult heel erg veel over je voorkeuren. Hè? Een donatie aan de SP of aan de ChristenUnie, dat zegt wat over je. Hè? En ja, iets over je politieke voorkeur, iets over je religie, weet je wel. Ik ben... Nee, VVD. Oh, nee, okay. ik noem maar even als religieuze partij, noem ik hem vaak als voorbeeld. Hè? Dus ChristenUnie is ook een partij. Goeie partij. Zit niet aan tafel vandaag. Coalitiepartij. Maar hè, dus het is ontzettend belangrijk dat er een alternatief is, zodat als centrale partijen, hè, dus de Europese Raad, we geloven er nu allemaal in, weet je, dat gaat helemaal, weet je, die hebben het beste met ons voor, zeiden we net al. Maar dat mocht op een of andere reden in de toekomst zelfs onze centrale bank besluiten om perverse bestedingsvoorwaarden aan het geld te geven, iets richting dat dystopische scenario op te schuiven, dan hebben mensen een alternatief. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we met elkaar voor zorgen dat er een alternatief is dat van niemand is, oftewel van iedereen is. En dat is dus het open source geld, Bitcoin. Het mooie is dat het bestaan van zo'n alternatief, dat voorkomt dat het gebeurt. Hè? Dus als het al bestaat, dan heb je zo'n alternatief eigenlijk in de praktijk niet nodig, als het maar in stand blijft. Daarom zei ik ook van, ik heb zelf geen Bitcoin, ik maak er geen gebruik van, maar ik juich het bestaan daarvan wel toe. En daarom vind ik het ook wel zorgelijk dat nu allemaal geluiden opgaan om het te verbieden bijvoorbeeld. Want er zitten ook wel nadelen aan. En ik snap ook wel dat bijvoorbeeld als het gaat om het energieverbruik, je kunt niet zomaar vanwege dat decentrale karakter met z'n allen het besluit nemen om het anders te organiseren. Je hebt heel veel energieverbruik van de Bitcoin. Ja, dus als je dat anders zou willen doen, dan moet die hele gemeenschap dat erover eens zijn om het protocol aan te passen. Dus het is moeilijker om besluiten erover te nemen. Dus ik ben niet zo bang voor een democratische munt als er daarnaast een Bitcoin blijft bestaan. Maar de democratische munt zal uiteindelijk, denk ik, zo'n soort basale nutsfunctie hebben die veel meer mensen kunnen gebruiken. In Nederland ligt het best voor de hand dat een digitale euro veel meer door veel mensen in gebruik genomen wordt dan de Bitcoin. Maar dat zal voor een heel groot ander gedeelte van de mensheid iets anders liggen. En misschien in de toekomst voor ons ook. Ja, ik denk dat alternatief, dat is denk ik, daar zijn we het dan allemaal over eens. Kijk, zowel je kan je voorstellen als je die commerciële banken er helemaal uitsnijdt. En ik heb al gezegd, ik werk bij een alternatief, dus dat is ook al een mooie. Maar even dat gedachte-experiment, kijk even naar China. En waar je dus zou kunnen bedenken van, die zijn nu met een zero-covid-strategie bezig. Dus die leggen dat allemaal op. Nou, als zij een munt, het hele geldsysteem helemaal in handen hebben, met programmeerbare munt, et cetera, kunnen zij heel specifiek geld gaan uitdelen met de druk op een knop. Nou, dat vind ik een systeem, daar wil ik niet in leven. Aan de andere kant, de crypto-wereld, ik zeg maar even simpeler, die alternatieven van die bedrijven die helemaal geen hoofdkantoor hebben. Van mij mag hij er zijn en ik begrijp ook dat hele verhaal, dus het is een alternatief. Maar als je dat alleen hebt, dan misschien kom je ook wel ergens op een systeem uit waarbij je een regulerend kader hebt en banken. En publieke banken. En dat is eigenlijk misschien wel, ik zeg niet dat het een godsgift is om even bij de ChristenUnie te blijven, dat banken betalingssystemen doen, dat banken die kredietcreatie doen en dat banken sparen doen. Dat is gegroeid. Daar hebben we een regulatory systeem omheen gebouwd.
Ja, en dat, daar zijn heel veel dingen over te zeggen. Ik denk dat daarin innovatie, vernieuwing heel belangrijk is. En dat is ook alternatieven creëren. Ja, ik vind ook dat commerciële banken helemaal niet zo bang moeten zijn. Ik denk dat ze of met die digitale euro's en van central bank digital currency of crypto assets, ik denk dat ze in elke situatie een waanzinnig belangrijke rol kunnen spelen. Zij als vertrouwenspersoon, als adviserende partij, als facilitator van allerlei soorten, verschillende soorten transacties, van aandelenemissies tot en met allerlei escrow dingen. Ik bedoel, je kan het gek niet bedenken. Het moet alleen een beetje creatiever en innovatiever worden. En dat zal. Misschien moeten ze wel veel banger zijn voor andere instellingen dan commerciële banken. Want die gaan innoveren en nieuwe dingen doen. Andere instellingen zoals? Techbedrijven. Techbedrijven. Mm-hmm. Techbedrijven bijvoorbeeld. Ik denk dat. Alles naar de staat overhevelen, dat denk ik dat. Daar moeten we allemaal bang voor zijn. Daarom gaf ik even dat voorbeeld van China. Maar over die techbedrijven. Kijk. Ik heb die hearings van Libra, maar hier die refereerde er al aan. Dat is echt een turning point geweest. Omdat ook mensen die heel erg voor innovatie zijn en et cetera geloven in de positieve kanten daarvan, die zagen hier gebeurt wat, hier moeten we wat mee doen. Ja, Libra de Facebook. Ja, het is ook niet doorgegaan. Mm-hmm. Maar wat ik daar ook zag, en dan snij ik even in eigen vlees, dat komt net terug aan hoe ga je dat kader dan weergeven. Ik zag daar gewoon dat. Politici vinden het heel moeilijk, centrale banken vinden het heel moeilijk, toezichthouders vinden het heel moeilijk om te gaan met nieuwe dingen. En innovatie zijn nieuwe dingen. Mm-hmm. Dus ik begrijp, ik heb dat niet heel goed gevolgd, dat DNB eerst tegen zo'n central bank digital currency was en nu iets meer voor en waar mee bezig is. Het is echt heel belangrijk dat wij in onze samenleving toezichthouders hebben die op die frontlijn blijven meewerken. Laatste daarover. 2,5 miljard mensen gebruikten social media. Verkiezingen in Amerika waren geweest, Brexit was geweest. En toen ging er iemand zeggen, hey, wie kijkt eigenlijk naar de maatschappelijke condities waaronder deze innovatie plaatsvindt? Mm-hmm. Dat is een beetje laat. Mm-hmm. En toen heeft na Libra, de centrale bank, president van Engeland, heeft gezegd, ik ga voordat die innovatie er is, ga ik met een open blik, een kritische blik, maar hier, een open blik en een kritische blik, ga ik daarnaar kijken en dan ga ik die samenleving vormgeven om die innovatie plaats te laten vinden. En dat is echt een essentieel punt, hè? Van hoe gaat de democratie, hoe gaan volksvertegenwoordigers om met dit soort ontwikkelingen die erg ingrijpend zijn voor de samenleving, maar waar je, als je politiek carrière zou willen maken, je niet gelijk je punten voor krijgt. Want het is veel interessanter om het te hebben over de sms'jes van Mark Rutte en allemaal. Misschien veel concreter ook. Concreter. Je mag aanschuiven bij Opeen en je haalt het nieuws. Jij mag aanschuiven hier. Precies, dat, dus dat heeft mijn voorkeur. En het is niet zo dat er een intrinsieke prikkel in het systeem zit om volksvertegenwoordigers te dwingen om zich daarmee bezig te houden. Daarom vind ik ook dat het instituut van het parlement, nog los van de volksvertegenwoordigers die gekozen worden, maar gewoon de ambtenaren die daar blijven zitten, ook na verkiezingen, het instituut, dat moet versterkt worden. Onze volksvertegenwoordiging moet meegaan met de tijd. En de tijd van nu is van enorme, radicale, ingrijpende technologische veranderingen. Mm-hmm. En als het instituut van de volksvertegenwoordiging daarin niet mee kan, dan wordt het gewoon minder relevant. En dat is echt een gevaar. Ja. Ja, Bert? Ik vind het wel spannend dat je zo'n soort van heiligheid toekent aan het democratische proces en die volksvertegenwoordiging. Nee, dat begrijp ik. Maar het punt is dat het mij ook niet zou verbazen dat stel dat nou al die volksvertegenwoordigers heel intensief met het onderwerp aan de gang gaan, dat ze dan alsnog uitkomen op een wapen van massasurveillance. Want het gebeurt namelijk bijvoorbeeld met de anti-witwaswetgeving ook. Dus dan kan iedereen zich mee bemoeien en dan komen ze gezamenlijk tot de conclusie, zou jij het niet mee eens zijn, maar we gaan het toch op zo'n manier ontwerpen dat die privacy, als het ook maar enigszins op een of andere manier ons niet bevalt, met een druk op de knop weer weg is. En toch kan ik me geen betere waarborg voorstellen dan democratische controle. De beste waarborg voor een samenleving om dit soort dystopieën te voorkomen is toch via de volksvertegenwoordiging. Ik kan me niets anders voorstellen, want het alternatief, zoals jij aangeeft bij de Bitcoin, dat allemaal decentraal is georganiseerd, dat maakt weer beslissingen nemen
heel moeilijk. Dan kun je weer niet inspelen op veranderingen als zo'n munt zich zou moeten aanpassen. Of bijvoorbeeld, kijk, iets wat heel charmant is van de Bitcoin, wat ik ook echt... Ja, ik ben echt fan van die technologie. Dat is dat er een bepaald maximum aan zit. Er kan dus op een bepaald moment geen inflatie meer plaatsvinden. Op een gegeven moment is het gewoon, heeft een deflatoir karakter. Maar voor een samenleving kan het goed zijn dat die hoeveelheid wel toeneemt, de geldtoeveelheid. Dat je dat op een gegeven moment wel aanpast. En het hele fouten van de Europese Centrale Bank van de afgelopen tijd is geweest dat door het gebrek aan democratische controle, wij stonden al te zwaaien van jongens, hou nou eens op met het printen van geld, met die negatieve rentes. De meerderheid van de volksvertegenwoordiging was voor het printen van geld, want anders was het wel gestopt. Nee, wij hebben al echt al 3 jaar geleden een brief namens het parlement gestuurd dat ze daarmee moeten stoppen. Omdat de Europese volksvertegenwoordiging, van, ja, de Europese democratie functioneert ook totaal niet. Nee, maar de volksvertegenwoordiging... Je hebt het hier gehoord. Ja. Nou, dat lijkt me misschien een onderwerp voor een andere avond. Nou, het is wel zo dat die inflatie, dat is wel een belangrijk punt. Want ik kan me ook voorstellen dat je een beetje na 10 jaar geen inflatie op een punt komt van... hey, weet je wat, we laten het allemaal door de overheid doen. Even gechargeerd over een alternatief geldsysteem waar niemand... Zeg niet meer... allemaal. Nee. Maar ik zie nu wel dat de publieke geldcreatie... heb ik het gevoel, die meneer die wees er ook al op, een beetje aan de hand, uit de hand is gelopen wellicht. Misschien gaat het over. Ik hoor daar elke dag weer nieuwe ideeën over waarom het over zou kunnen gaan. Maar misschien ook niet. En buiten dat, dat is ook wel een belangrijk punt als we het over het geldstelsel hebben. En de innovatie, hoe belangrijk het is, niet alleen de volksvertegenwoordiging, maar ook de instituties. De instituties die zijn denk ik wel een partij die ik ernaast wil zetten als we het hebben over ons geldstelsel. Mm-hmm. Want er moet toch iemand, en ik hoop dat die op Westeinde zit, nadenken over wat is eigenlijk de omloopsnelheid van de Bitcoin. Want geld heeft een omloopsnelheid. Ik ga het verder niet heel ingewikkeld maken, maar dat is een essentiële parameter als je over geld nadenkt en de reële economie. En de Bitcoin, wat zou daar de omloopsnelheid van zijn? Dat heeft gigantische consequenties, kan het hebben voor de ontwikkeling van het geldstelsel. Wat mij wil Bert er iets op zeggen. Ja, nou, ik heb een vraag. Je zegt publieke geldcreatie. Heb je het over het laten oplopen van de begrotingstekorten en de staatsschuld laten oplopen, denk ik, hè? Het printen van geld. Printen van geld, ja, precies over. Dat. Kijk, en wat ik denk ik essentieel vind aan het verschil tussen Bitcoin en alternatieven is dat bij Bitcoin, omdat niemand het kan aanpassen, en dat zie je als nadeel, zorgt het er heel expliciet voor dat er een scheiding wordt gemaakt tussen het geld en de politieke keuzes die daarover worden gemaakt. Want die kunnen namelijk niet in het geld worden gestopt. Wat wel kan als je een centrale partij hebt die het geld beheert. En dat dwingt dus de overheid, hè, om die politieke keuzes, zoals herverdeling of bijvoorbeeld tekorten laten oplopen of lenen in geval van oorlog of pandemie, wat dan ook, om dat te doen met instemming van het volk, in plaats van dat je dat eigenlijk achter gesloten deuren het geld kunt aanpassen. Hè? Want in feite het verdubbelen van de geldhoeveelheid, hè, dat ziet verder niemand, dat je dat gebeurt gewoon. Hè, dat is eigenlijk een soort van aanpassing van de regels van het geld. Mm-hmm. Kijk, wat dit laat zien, dit gesprek, is volgens mij dat er allemaal verschillende soorten van digitaal geld in opkomst zijn. En ik juich dat dus allemaal toe. En ik zie daarin ook een rol voor een digitale munt van de overheid, mits die goed ontworpen wordt. En dat ik vind dat democratisch zou moeten gebeuren. Maar de Bitcoin heeft allemaal eigenschappen waarvan ik denk dat die ook een enorme toegevoegde waarde in de toekomst zal hebben. Dus we gaan van een situatie waarin we allemaal toegewezen waren eigenlijk op commerciële banken, naar een toekomst, hopelijk, waarin we een ecosysteem hebben met allemaal digitale munten, waarin de Bitcoin is, waarin er een digitale munt van de een overheid is. Een divers landschap. Een divers landschap met keuze. Als we het goed doen, denk ik dat we echt een verbetering tegemoet kunnen zien. Maar dan moeten we het wel goed doen. Ja. Dat is misschien ook wel, want ik denk dat we ongeveer aan het eind zijn gekomen van deze avond, waar we heel erg veel informatie hebben gekregen. Ik hoop dat iedereen het nog heeft kunnen volgen. En anders is er nog een mogelijkheid om straks aan de bar een biertje te drinken en nog even de sprekers het hemd van het lijf te vragen. Maar voordat we af gaan sluiten, we hebben het over utopieën, dystopieën, we hebben het over verschillende geldvormen, concurrentie voor het huidige financiële systeem, parlementariërs die er geïnteresseerd in zijn, die de aandacht verliezen vervolgens en er weer geïnteresseerd in zijn. Er is veel gaande. Maar nu wil ik toch wel als afsluiter aan jullie allemaal vragen van, hoe zien jullie het nou echt voor je?
Gaan we die dystopische kant op? Of gaat het toch lukken om naar die duurzamere of eerlijkere of democratischere manier van het inrichten van onze financiële stelsel? Gaat dat lukken? Misschien moeten we beginnen bij Martijn en dan mag jij het laatste woord voeren. Okay. Deal? Is goed. Ja, dat zijn natuurlijk hele ingewikkelde vragen. Maar ik denk dat we wel naar een tijd gaan dat er inderdaad veel meer debat gaat komen over dit onderwerp. En dat daarmee ook de doelen helderder worden waarom of met welke reden we dit gaan implementeren. En dan is de vraag, gaat het uiteindelijk lukken? Ja, dat is denk ik iets wat de toekomst moet uitwijzen, wat gewoon ook heel moeilijk te voorspellen is. En dat is wat ik zelf eigenlijk heb geleerd de afgelopen 10 jaar om deel te nemen aan het debat. Dat er ook een hele tijd dingen gebeuren die eigenlijk niemand had zien aankomen. Dus die onvoorspelbaarheid, ik denk dat we dat ook goed moeten in het hoofd moeten houden. Mm-hmm. Dat is ook de kans en ook het gevaar eigenlijk. Spannend antwoord. Bert? Ja, ik denk dat we als wereld een kant op gaan waarin overheden hun greep op het geldsysteem en maar ook andere vormen van digitale bezittingen en data van de burgers verstevigen. Deels omdat dat eigenlijk altijd gebleken is, hè, dat als er gesurveilleerd kan worden, dan gebeurt dat. Maar deels ook omdat men gedwongen wordt. Hè. De economische situatie wordt steeds ingewikkelder met hele hoge schulden. Nood breekt wet, zal ik maar zeggen. Toch ben ik hoopvol, omdat ik denk dat die bottom-up beweging van mensen die er uit zichzelf vrijwillig voor kiezen om aan een alternatief te werken, omdat dat wel een bepaalde soort van vluchthaven kan zijn. Een soort parachute, een kreukelzone, een airbag voor dat systeem. Mm-hmm. Jan, hoe kijk jij ernaar? Ik denk eigenlijk dat de overheid ook voor een heel groot gedeelte zijn grip juist gaat verliezen op dat systeem. Ook omdat we alternatieven willen, et cetera, eigenlijk misschien niet zo erg hoeft te zijn. Het is wel zo dat het uiteindelijk vanuit het democratisch proces die waarborgen ingebouwd moeten worden. Daar ben ik heel optimistisch over. Dus ik ben er optimistisch over. Maar dat gaat niet zonder au. En de vraag is een beetje hoe diep worden die dalen, et cetera. En om daarna weer de stijgende lijn verder te pakken. Ja. Maar we gaan er een beter systeem van maken. Zeker Kijk, na deze. Dat zijn moedigende woorden. Dan wil ik toch het laatste woord nu aan jou geven, maar hier. Hoe kijk jij naar de toekomst? Ik zie het ook een beetje als mijn plicht om optimistisch te zijn. Om als volksvertegenwoordiger mijn uiterste best te doen om er iets moois van te maken, om er iets goeds van te maken. Omdat ik nu eenmaal op een plek zit, op een echt een bevoorrechte plek, dat ik nog enigszins invloed heb op dit soort processen. En dat stemt mij wel hoopvol, omdat ik dus zojuist ook aangaf van als je dan echt aan allerlei touwtjes begint te trekken en je best doet, en ook al heb je maar heel weinig middelen dat je begint te roeren, dat het effect begint te hebben. En ik denk dat de overheid, ja, aan de ene kant dus en grip verliest, omdat we die commerciële banken met allerlei regels onder controle hadden, maar die commerciële banken krijgen aan alle kanten controle. Maar aan de andere kant weer een beetje grip terug zal pakken door zelf zich in die strijd te mengen en met zo'n eigen digitale munt te komen. En omdat ik het dus als een plicht zie om daarin mijn best te doen om er iets moois van te maken, ben ik ook optimistisch. Ik denk dat het kan lukken. En als het niet lukt, dan zal ik ook mijn best doen om ervoor te zorgen dat het er niet komt. Dus in dat proces ga ik ervoor zorgen dat we echt iets moois krijgen. En mocht ik daarin falen, dan ga ik het verzet in. Dat lijkt me echt een prachtige afsluiting van deze avond. Aan jou zal het niet liggen, meneer Alkaya. Ook dank aan mijn overige gasten, Jan Middendorp, Bert Slachter en natuurlijk Martijn van Linden. Hartelijk dank. Dank je wel.